Kan jij de foto van Mark Rutte even uitleggen? Ja, dat zegt genoeg, denk ik, hè? Of niet? Overvolle klaslokalen, je werk mee naar huis nemen omdat je het anders niet afkrijgt en een groot tekort aan leraren. Zo'n 40.000 docenten, schoolleiders en ander onderwijzend personeel uit het hele land protesteren vrijdag tegen deze problemen op het Malieveld. Ze vinden dat de regering hier iets tegen moet doen. We kiezen elke keer voor die leerlingen en het is denk ik het moment om een keertje voor onszelf te kiezen. Collega's van mij zijn echt overspannen, overwerkt, structureel. Ik wil ieder kind de inhoud van de les geven wat hij verdient of wat hij kan snappen. Maar als ik het te veel heb, ja, dan wordt het gewoon lastig om aan ieder kind zijn behoefte te voldoen. Het is een schandaal dat 20 jaar lang bezuinigd is op het onderwijs. Ik ben gepensioneerd leraar en ik val nu nog af en toe in omdat de leraar tekort is. Ik ben boos omdat ik ook de weg van hoop heb verlaten. Want hoop is uitgestelde teleurstelling. Kan jij de foto van Mark Rutte even uitleggen? Ja, dat zegt genoeg, denk ik, hè? Of niet? Ja, leg maar uit. Dus Mark Rutte staat symbool voor geld. Noem zaken zoals we dat met de dividendbelasting hebben gehad. Dus het geld gaat naar verkeerde dingen en niet naar het onderwijs. De juf van Lucie zou ook protesteren, maar daar is ze te ziek voor. Omdat ze te drukke klassen heeft en daardoor wordt ze heel moe en nu is ze ziek. En wat moet er nou gedaan worden zodat de juf niet meer ziek wordt? Minder drukke klassen met minder kinderen. Maar de werkdruk valt toch wel mee? Want jullie hebben toch ook heel veel vakanties bijvoorbeeld? Het is het bekende probleem. We hebben vakanties, maar in die vakanties wordt er gewoon gewerkt. Ik zou zeggen, probeer het zelf een keertje. Dan merken ze vanzelf dat het nodig is. Wat hoop je te bereiken met dit protest? Dat degenen die enthousiast zijn voor het onderwijs straks toch weer dit beroep gaan kiezen. En dat ze toch een steunende rug krijgen van Arie Slob of in ieder geval Rutte of welke regering er ook is. En wat zou je dan nog tegen de minister willen zeggen? Nou, minister, ik weet niet of u kinderen hebt in het onderwijs, maar u nodig ik uit om een keer met mij in de klas te komen lopen, zodat u kunt ervaren wat wij dus elke dag meemaken. Ik nodig u uit. Nou, tenminste, ik daag u uit. Arie Slob, kom op met dat geld. Huppakee. Onderwijs is de weg.